Een van de grote talenten van Excelsior is Luigi Bruins. De 19-jarige middenvelder is geboren Rotterdammer en verkast het komend seizoen van Kralingen naar Zuid. Hij gaat spelen voor Feyenoord. Dikko. Kruis. Van Dijk. Van Dieren ertussen. En dan Broersen met het overzicht. Wat ruimte voor Ricky Kruis. Van Dijk komt aan de rechterkant. Kruis trekt naar binnen. Wil inspelen richting Rossini, maar de paas is niet op maat. En dan is het Liesveld, de scheidsrechter, die Utrecht even helpt. Waardoor Bruins niet in balbezit komt. Sterker nog, Utrecht houdt druk met Van Dijk en Kruis. En de paas is goed richting Kees van Buren. Kees van Buren en de redding van Zwarthoed. Het verrassende opkomen van de jonge rechtsback, de vervanger van de geblesseerde Tim Cornelissen, die bijna voor 1-0 zorgt. Steur is die kwijt. En dan is het de linkerhand van Zwarthoed die de treffer voorkomt. Loïc Loval, Go Ahead Eagles. Maar de komende 2,5 jaar spelend voor FC Utrecht. Kruis en Luiks. Van Nieuwstad. Controleert die bal zwak. Rossini zat er goed tussen. Fortuné krijgt de bal niet goed mee, maar bereikt wel Kaluwe. De hoek is moeilijk en uiteindelijk zit Bandja ertussen. Alje Schut, hij weer bij de selectie van FC Utrecht. Afwezig sinds maart 2005 vanwege een zeer ernstige knieblessure. Steur. Steur en Luiks lopen elkaar in de weg. Steur kan het alsnog herstellen. Alhoewel, balbezit voor Utrecht via Kruis. Steur en de overtreding tegen Kaluwe. Joost Broersen. Weggekopt door Luigi Bruins. Opnieuw Broersen. Dit oogt gevaarlijk. En Rossini en de geweldige redding van Zwarthoed. 18 duels speelde hij als invaller. Voor het eerst in de basis Giuseppe Rossini. Hij stond op 0 goals. Hij blijft op 0 goals staan. Maar is heel dicht bij zijn eerste treffer. Fortuné. Dat hakje is handig. Van Buren met de voorzet. Het wegkoppen door Van Nieuwstad. Kruis. Van Dijk. Vrije man is Van Buren. Makkelijk langs Luiks. Van Buren met de voorzet. Nou, schiet maar binnen. Somers. Ja, daar is de 1-0. Hans Somers doet het. Wederom een hoofdrol voor Kees van Buren. Die in het begin van de wedstrijd al dicht bij een openingstreffer was. Zijn voorzet wordt door niemand weggewerkt. En dan is het Somers die vrij staat. En die rond doeltreffend af. En zo komt Utrecht dan op een 1-0 voorsprong. Het is de eerste treffer van de Belg dit seizoen. Utrecht op 1-0. Bandja kopt. Luiks. Nee, Kruis. Tot bij Somers en de voorzet en de grote kans. Op slag van rust. Op de 2-0. Kaluwe komt naast. Eén wissel halverwege. Piqué de vervanger bij Excelsior van Kees Luiks. De paas is goed van Van Dijk. De aanname, daar geldt hetzelfde voor Fortuné. Die dan heel ver naar buiten uitwijkt. Fortuné, handig balletje. Kaluwe, kan hij tot een schot komen? Het terugleggen levert uiteindelijk een hoekschop op via Van Nieuwstad. Rick Kruis met de corner. En de kopstoot en de redding op de inzet van Rossini. Darl Douglas. Heracles heeft zich officieel gemeld voor de rechterspits. Die bij Utrecht eigenlijk heel weinig aan spelen toekomt. Oeh, gevaarlijke bal door het midden. Kruis komt er net niet aan. Piqué speelt de bal. Zit hier dan wat in voor Excelsior, de tegenstoot. Steur tot bij Piqué. Piqué komt Dikko tegen. Dat is goed gedaan door Piqué. Siemer, breed gelegd richting Van Dieren. Van Dieren, het schot uit de tweede lijn gaat ruim naast. Eindelijk. Laat Excelsior in aanvallend opzicht eens wat zien. Siemer. Nu eindelijk iets van aanzetten door Excelsior. Aan de Wele Slorry met Pieters. Ja, daar komt hij niet langs. Het is wel een hoekschop voor Excelsior.
De hoekschop van Luigi Bruins. Oogt gevaarlijk en de kopstoot gaat maar net naast van Rudy Jansen. Bal verdwijnt rakelings over de kruising. Ja, met 1-0 mag Excelsior nog hopen. Royer. Royer op snelheid. De paas is uitstekend richting Jarda Siemer. Siemer, nee, komt niet aan die bal. Komt een half metertje tekort. Fortuné met Bandjar. Fortuné van Nieuwstad loopt het gaatje dicht. Zwarthoed, dat is geen makkelijke bal. Bandjar krijgt die bal volledig verkeerd en dus Rossini. Nou, is het Kaluwe die dan de beslissing op zijn voet heeft? Ja, die haalt hem wel op zijn voet. Maar hij komt er niet. Ja, mooi gezicht. Broersen gaat naar de kant. Voor hem geen staande ovatie, maar wel voor zijn vervanger. Alje Schut. In maart 2005 zwaar geblesseerd geraakt aan de knie in het duel tegen RKC. En nu, na bijna 2 jaar, maakt hij zijn comeback in het eerste van FC Utrecht. Slorry. Er is ruimte nu voor Excelsior. Slorry met Pieters. De voorzet van Slorry is goed. Oh, god, raakt de paal. Een paar minuten voor tijd. Alsnog bijna het punt voor Excelsior via invaller Guiano God. Kijk naar de perfecte voorzet van Slorry. Het attente naar de bal toegaan van God. Vorm iets te afwachtend. En de paal die de gelijkmaker in de weg staat. Het gaat ver. Dikko kopt weg. Van Dijk. Bal is niet buiten geweest. Geen overtreding van God. Alleen Bandjar is terug. Blessure bij Van Dijk. Het spel gaat verder en Voskamp kan komen. Voskamp, vorm, half. En dan krijgt Voskamp de vrije schop tegen. Van Dijk ligt daar gestrekt. Na het duel met Guiano God. Wat gebeurt er? God met Van Dijk. Ja, het is een heel licht slaande beweging. Maar zeker niet op het achterhoofd van Van Dijk. Die een hoop theater maakt. Om zodoende tijd te winnen. De bal in de ploeg houden. Nu bij Utrecht de devies. Nee, Somers toch op zoek naar Fortuné. Fortuné. Het schot van Fortuné en Zwarthoed met de redding. In de slotseconde van deze wedstrijd. FC Utrecht houdt voor de 9e keer dit seizoen de 0. Hans Somers is de matchwinnaar. En Excelsior verliest voor de 8e keer op rij. Een goede week dus voor Utrecht qua resultaten. Door in de beker ten koste van RBC door een 1-0 zege. En de winst vandaag op Excelsior.